bring the action. Awards zijn prijzen die uitgereikt worden aan 10 artiesten die hebben gedebuteerd buiten hun eigen landsgrenzen en ontzettend veel succes hebben. Old winners come back and perform. We're delighted now to welcome from Denmark Alpha Beat. Been for you since the 2009, right? You won the ABBA award. Yes. Oh, a lot has happened since then. Yeah. We made a new album, maybe two albums since then. One. We've actually made two albums since then. Yeah. I've been counting down. I was in the dark to seven. What is the nicest thing you've done since the ABBAs then? Oh, it's always so difficult to pick something out. Mm-hmm. What has been the highlights? Well, we got to tour with Lady Gaga. That was kind of cool. Well, kind of, right? Yeah, kind of cool, you know. Just kind of. Kind of great. Yeah. All right. That was pretty cool. Yeah. And how is it with the music now? Are you taking a different road, or what's the inspiration? Is it difficult? And you're with a lot of people, so are you arguing then? What's the process? It's obviously we have to all agree on something, but we know each other pretty well. We've been playing together almost 10 years now. So we've just finished an album a couple of months ago, and we're all very satisfied with it, so we're not arguing all the time. How is it to be rich and famous now? Great question. I don't really know how that feels. No, we can live just by doing this, and that's amazing. We don't really feel rich in that sense, but we are very lucky to be able to just do music for work. You ain't never played the bass. You ain't never played the bass. Nabia, because it means noble. Yes, and it means apostle. Yes, yeah. And you're bringing some apostle-like music, right? No, not really. Well, you're spreading the positive message around. I am definitely spreading a positive message around, so thank you for seeing it like that. That's very nice of you. Thank you. What means quite a big deal, because here is an artist who's done really well in her country but also outside of the country, and that means a really big deal for me, because my wishes and my goals are not only to succeed in Denmark, where I come from, but it's also to go across the border. Because it's really positive CDs. You have two, Cracks and More Cracks, but it's used also for American TV, like Mob Wives. I'm like, wow.
Yeah. Do they get your message? I don't know if they get my message, but I'm really happy that that American series like Mob Wives or American Basketball Wives, and that they took on my songs. We've had so many positive things going on in the States last year, and a lot of syncs on series and whatnot. So I'm really happy about that. I would say one of the biggest experiences was playing at the Queen's Jubilee in Denmark. It was a very overwhelming experience. I was chosen as the artist to represent the new millennia in music. So after past year, are you feeling like a celeb? A little bit, but I mean, not like I still do the same things that I've been doing, you know, just have a little bit more places to go and people to play for. I do feel like a little bit like a celebrity, but in a good way. It's the very first time that we play outside of Portugal. Okay. So we will never forget this. Of course, it's our first country. Yeah. Outside of Portugal, so Holland forever. And we are nominated for two MTV Awards. There's a lot of things going on from this year till now that was very, very important for us. And so, did you ever think you were? Oh, thank you. Did you ever think you would get this far? You're like really rock stars now, right? How does it feel being a rock star? I don't think that we feel that we are a rock star. I think we are music, trying to everyone see our view about music. What is your view about music? In the most of the world, the only thing people know from Portugal is Benfica, Cristiano Ronaldo, in fact. But he is cute. Huh? Cristiano Ronaldo is cute. He's cute? Cute. Ah, Q, okay. Yeah. And Fado. Yeah. And in Portugal there are so many good musicians and singers, and we want to show the rest of the world that it's not only Fado. It was a great year for us, and Ibo Awards is the top of this year, and we are so proud of us. And at first we didn't believe it was true that we won this award, but now we realize it's true. We are here in Holland. You sure are. We are sure. Yes, yes, it's true. No, it's so cool. Take a start, hate your shit, run over your crew like the new England Patriot, the crazy ass. But I'm also the laziest, never turn on the TV, so I don't know who crazy is. What happened to WOD? Onze eigen Groninger artiesten die een Ebba Award hebben gewonnen. Als eerste heel erg gefeliciteerd. Dankjewel. Wat zijn jullie er blij mee? Haha, motherfucker. I'm the epitome of God gifted. When I busted my first rap, the whole planet shifted. Wat is het meest dope wat jullie hebben gedaan dit jaar? Wauw. Dat is een goeie. Van de muziek, tot de drugs, tot de shows, tot onze naam zitten heel veel dope in. Dus wat het doopste daarvan is, dat is een big ass package. Waar is het eerste land buiten Nederland waar jullie zijn doorgebroken? France. Friesland. Frankrijk of Rusland, denk ik. Ja.
Dat was waar het meteen hard ging toen onze eerste clip uitkwam. What happened? Ja, toen What Happened uitkwam, ging het daar meteen hard. What happened? Phony MCs is getting finished. What happened? You face defeat and we the winners. Working with the lyrics in a minute, you're diminished. Wat staat er voor 2013 op het programma? Nieuw album, nieuwe video, veel nieuwe shows, meer landen om heen te gaan, meer mensen om blij te maken, meer dope. This erupts through the gums of plenty of biters. Excalibur weaponry wielder. Do you dare to step into the deadliest field of? En zijn jullie nu trouwens ook helemaal rijk en bekend en zo? Denk je al van, kunnen al chillen of gaan jullie wel gewoon nog heel hard werken? Ik ga straks gewoon in het zwembad duiken op mijn sunroof. Dat zeg ik je sowieso. Hier in Groningen heb je ook heel veel zon, hè? Ja. Nee, daarom, vooral in deze tijd van het jaar ook. Dus shit is mad nice. Ja. Ik ga erop schaatsen. Okay. Ik schaats op mijn zwembad. They ask me what happened. What do I act funny? I stay brain dead like I got bitten by a rat monkey. Dit waren de EBBA Awards 2013 en dan kunnen we nu over naar het echte werk, het Eurosonic Festival. Wij vroegen ons eigenlijk af, wie beslist er wie er op Eurosonic komt te staan? Wie houdt al die bandjes in de gaten? Wij hebben een programmateam van een paar mensen. En die beslissen dat uiteindelijk. Wij werken met een heleboel mensen samen. We werken met 24 radiostations in Europa samen, met festivals in heel Europa. En die mensen geven ons ook allemaal tips. We hebben 3000 acts die zich aanmelden. En vervolgens hebben we een programmateam die daar doorheen gaat. En we hebben, ik zou zeggen, een van de beste boekers van de wereld, Robert. Okay. Die uiteindelijk de boekingen maakt. Het is een team van mensen die daar het hele programma voor het evenement samenstelt. Waar we natuurlijk heel erg mee bezig zijn, en dat zie je ook hier waar we nu zijn in de Media Compound, is om het evenement eigenlijk steeds meer een media-evenement te laten zijn, waardoor mensen niet specifiek hier in Groningen aanwezig moeten zijn bij om zelf live de bands te zien, maar dat je het ook kan volgen op televisie en radio en internet in heel Europa. Dus wat ooit begon als een bandjeswedstrijd tussen België en Nederland, is nu een wereldwijd succes eigenlijk? Nou ja, een platform voor de Europese muziek, waar we proberen om carrières te helpen lanceren voor Europese artiesten in Europa. Dat is, en dat gaat heel goed, denk ik. Van de EBBA's naar het Eurosonic Festival, want die is nu echt van start gegaan. En als eerste gaan wij naar Venster, want die staan in de spiegel. Hey, jullie denken misschien, waar zijn ze mee bezig? Maar dit is Venster, uit Berlijn. Die gaan nog even verder, maar die hebben dus een hele gave clip gemaakt. En die staan hier vandaag op Eurosonic. Space, what is that? Before men dared to try to enter the space and answer these questions, they sent the animals. So guys, spotted something nice? Oh my god. Yeah, the world gets narrow. Your clip, it was awesome. Actually, it was the concept kind of came from the director. It's about space and about monkeys and about... Not really, actually. The song is more about watching people suffer, but the video clip, I don't know, brings other dimensions, I guess. They do. I'm so sorry, I didn't get it.
Yeah, no, it's not really about monkeys. No, okay, but it starts with they send people up. And the video clip. Yeah. But it's not really like related to the song. It's like it's more about like. Yeah, I guess the monkeys in space thing was a kind of interpretive, but not so literal. Hey, and Fenster, it's a German name for window, right? Also true. A window for what? A really empty, open for interpretation window, like anywhere on anything. So we can have the same conversation we had just now about your clip. Yeah. Kind of Fenster. Really confusing. Okay. And 2012 was a kind of a big year for you, right? You stood on festivals and you toured the US and Europe. And what was the greatest thing you did last year? Whoa, hard question. Just touring a lot and seeing like many countries and meeting great people. I think it was like it's a big blast of the year. The States was really was my first time this year, and it was really like mind blowing to see the country. You know. Well, I wish you the best of luck. Thank you. We will you. See you tonight playing at the Spiegel. Are you performing another night? Yeah, we're performing tomorrow too. I don't even know where though. Do you guys know? That's Raccoon. That's really good advertising. Where are we playing tomorrow? The USFA. Yeah, that place. Yeah. Check. Okay. It's a bit funny. Thank you a lot. Thanks so much. Yeah. Okay. for the pretty remarks. Yeah, right. Thanks for the memories. Zo, dit was Fenster. En nu gaan we door naar het pakhuis. Als hier tegenover gaan we kijken naar Birth of Joy. Joy, jullie komen dus gewoon uit Nederland. Had ik niet verwacht toen ik jullie zo zag staan. Maar ja, jullie genre, vertel er iets over. Psychedelische rock uit de jaren 70 en jullie zien er nog niet zo oud uit. Dus, Ja, klopt eigenlijk. genre, dat vind ik altijd een beetje moeilijk te zeggen eigenlijk. Rock, blues, invloeden. Wel veel jaren 60, 70 invloed ook wel, maar ook wel muziek van nu. Maar het is wel, ik vind het moeilijk om in een hokje te plaatsen. Dat wij de muziek gewoon super vet vinden, nou, dat denk ik niet, dat weet ik wel zeker. En dat vinden we super cool. Als we chillen, dan zetten we graag een plaatje op. Maar wij zijn in de jaren 80 geboren, dus we hebben ook veel andere dingen meegekregen. Beetje jullie breakthrough moment geweest dan dit jaar, dat je echt dacht van ja, nu worden we echt opgepikt en zo. Niet dit jaar, maar vorig jaar natuurlijk. Moet nog komen, denk ik. Ik weet niet. Ik denk dat de Zwarte Cross was wel echt heel erg vet om daar te spelen. Maar toen we naar Frankrijk gingen eigenlijk, was wel de eerste keer dat het echt serieus een internationaal optreden was. We hebben wel een paar keer in Duitsland gespeeld, maar dat was echt net een paar kilometer over de grens, dus dat telt niet echt eigenlijk. Maar dat denk ik.
we zijn nog niet klaar voor echt een heel full album. Eind van het jaar waarschijnlijk wel, ja. Denk ik. Oké. Okay. Ja. Toch? Ja. Oké. Okay. Eerste EP'tje. Om onszelf even weer... fris maken. Ja. Nieuw werk. En ook dat mensen een beetje weer kunnen wennen aan wat we nu gaan doen. Zeg maar. Wordt het heel anders? Nee, ik denk dat het een soort van combinatie tussen het eerste en tweede album wordt. Maar wel op een andere manier benaderd, denk ik. Ik weet niet precies op welk vlak of zo. Maar als jij het niet weet, dan... Maar dat weet niemand. Dat weet niemand. Ja, nee, maar het wordt wel interessant, denk ik. Oké. Ja. Nou, we zijn hartstikke benieuwd. En heel veel succes. En ja, mogen hier nog heel veel mensen en managers binnenlopen die jullie gewoon gaan binnenhalen voor festivals, hoop ik. Toch? Ik ook. Ja. Hoop ik ook. Wat een geweldige band was dit. Birth of Joy. Echt zeker een aanrader. Zo hebben we nog 10 aanraders. Die laten we jullie zien waar jullie vanavond nog naartoe kunnen. Gewoon. Bam. En dan was dit het voor ons. Kunst. Eerste dag. Eurosonic zit erop. Op naar dag 2. Welterust allemaal. Gewoon ik spit, gewoon ding.